Lijnthrombose kan ontstaan als je een lange lijn hebt, een infuus. Een lange lijn is een dunne, flexibele slang die in een wat groter bloedvat zit. We noemen dit ook wel centrale veneuze katheter, CVC. Het wordt onder andere gebruikt voor het geven van vocht, voeding en medicijnen. De vroeg geboren baby's of ernstig zieke kinderen krijgen vaak een lange lijn. Bij pasgeboren baby's tot drie dagen oud zit de lange lijn meestal in een ader in de navel. Bij oudere kinderen in een groter bloedvat, onder het sleutelbeen of in de lies. Als de lijn in je bloedvat is geplaatst, ontstaat er een fibrinelaag, zowel binnenin als buiten op de lijn. Dit is een aantrekkelijke plek voor bacteriën en voor het aangroeien van een stolsel. Als er trombose is ontstaan, werkt de lijn minder goed en als het stolsel zich uitbreidt, kan je bloedvat verstopt raken. Bij pasgeborenen wordt 90% van trombose veroorzaakt door de lange lijn. Bij oudere kinderen is dat 50%. Bij pasgeborenen met een lange lijn in de navel kan een stolsel zich uitbreiden naar de poortader en kan leverfalen ontstaan. Maar de meeste stolsels zitten in de vena cava. Of ze zitten vast aan het uiteinde van de lange lijn in je hart zelf. Van de oudere kinderen met lijntrombose heeft 50% een diep veneuze trombose, meestal in de armen of benen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een pijnlijke dikke arm of een pijnlijk dik been. De andere 50% krijgt trombose in de hersenen. Dat noemen we sinustrombose. Je krijgt dan vaak heel erge hoofdpijn, maar je kunt ook een epileptische aanval krijgen of je bewustzijn verliezen.